Dan zijn we aangekomen bij de handrem van de Mobiloom. Die is specialer als je gaat kijken naar gewone auto's. Want nu staat die af, maar nu staat die op. En bij normale auto's blijft die omhoog staan. Waarom is dat niet het geval bij de Mobiloom hier? Omdat je de stoel moet kunnen draaien. En als je de stoel gaat draaien, gaat je tegen de handrem komen. Waardoor die eigenlijk om die reden altijd omlaag gezet moet worden. Hoe werkt die? Dus nu staat die af. Hoe voel ik dat? Omdat die op spanning staat. Als ik nu eraan ga trekken, gaat die snel terugkomen. Ik trek hem omhoog, je hoort hem klikken en ik laat hem los. En dan valt die. Nu voel ik dat die opgespannen is, omdat dit veel soepeler omhoog gaat tot een bepaald punt. Tot hier is die opgetrokken. Als ik hem dan wil gaan afzetten, dan ga ik hem helemaal naar hier trekken tot die meer op spanning komt. Ik ga één keer op de knop duwen, trek hem een beetje omhoog. Ik hou de knop in en ik laat hem rustig los. Nu staat hij veel meer op spanning en nu weet ik dat hij afstaat.